eruit. Hij wil me alleen zien. Als er wat gebeurt, dan spring je er maar in. Ik vertrouw hem voor geen cent. Dus als hij wat van plan is. Luister, Smeris. Zochten jullie niet iets om Fredje Brakel te pakken? Ik heb iets voor je. Als je mij tenminste overal buiten laat, oké? Ga eerst maar kijken op de parkeerplaats bij het industrieterrein. Daar ligt een verrassing voor je. Dan weten we tenminste waar we het over hebben. Ik bel je later terug voor de details. Tipgever is. Als dat je gelukt is. Schitterend. Hoe zeker is het? Geen 100%, maar het kan bijna niet missen. Ik zal het zo weten. Binnen. Ik ga nu niet verder op de zaak tegen de heer Brakel in. De heer Brakel zal vervolgd worden voor moord. Het Openbaar Ministerie heeft alleen een vage tipgever. Steunbewijs ontbreekt, nooit voldoende voor een veroordeling. En wat voor een tipgever? Een eerste klas crimineel en een maatje van het slachtoffer. Hij zou best zelf wel eens de verdachte van die moord kunnen zijn. En misschien ga ik ook wel die kant op. Een verdachte die de politie met een valse tip op een verkeerd spoor zet. Als u hem niet oproept, dan zou ik de rechtbank vragen u dat op te dragen. Ik heb een probleem. En wat kan ik doen aan dat probleem voor jou? Fredje Brakel. Zijn advocaat weet wie de informant is en hij gaat problemen maken. Kan hij dat? Een anonieme tip is niet sterk. En als die advocaat gaat aanvoeren dat de tipgever zelf wel eens de moordenaar zou kunnen zijn, zoveel ander bewijs hebben we niet. En u? Ik wil Aalders horen als getuige. Hij moet met zijn billen bloot, het hele verhaal. Tegen Fredje Brakel? Kom nou, dat doet hij nooit. Betekent zelfmoord, dat weet je zelf ook wel. Ik laat hem als anonieme getuige horen door de rechtercommissaris.
De nieuwe wet beschermt de getuigen. Meer kan ik niet voor hem doen. Als wij het niet doen, dan laat die advocaat hem ophalen voor de terechtzitting. Zal Alders blij mee zijn? Ja, ik weet bij God ook niet hoe hij zal reageren. Maar als Brakels advocaat weet dat Alders die anonieme tip heeft gegeven, dan weet Brakel het zelf ook. Met alle gevolgen van dien. Ik heb een mooie klus voor jullie. Willem Alders? Is jullie gestoord geworden? Wat kom je hier doen? Brakel weet dat jij de tipgever bent. De officier wil je laten horen als anonieme getuige. Anoniem? Nou, dan beginnen jullie goed. Had je geen zwaailicht op je kop kunnen zetten. Ik getuig niet. Nooit. Ik ben niet levensmoe. Kom nou maar rustig even mee. Kunnen we het je allemaal uitleggen, ja. Waar wil jij mij mee naartoe nemen? En Fredje Brakel, zit hij nog vast? Wij zijn van de Kruislaan. Bransma is daar, die ken je toch? Kom nou maar rustig even mee, dan zal hij het je uitleggen. Even aankleden. Kunnen we het even discreet houden? Als we de deur dan maar even discreet openlaten, ja? Ik denk zeker dat hij in smoking moet. Alles, zijn we zover? Wil nog even? Er wandelt hier een figuur weg, maar die heeft kort wit haar. Dat lijkt me wel albino. Dat is Alders! Even discreet, ja. Prachtig politiewerk. Die man die zag er heel anders uit. Ik ben geen visser, maar volgens mij bijten ze voornamelijk als de zon opkomt. Wat jij ook moet hebben, is geduld. Ja. Harry sleutelt aan die motor alsof het zijn vrouw is. Maar de Mercedes wordt het nooit. Hoe laat zou die hier zijn? Om 8:00 dus. Hè? Heb je niks pittigs voor me? Alleen bier en frisdrank. Oh, moet er niet aan denken. Ik heb wel een fles voor je staan, maar ik heb geen vergunning, dus... Mijn naam is Haas. Mij best. Twee voor je? Graag. Maak er een dubbele van. Dag, dag mevrouw Panhuis. Is het Tom er? Ja. Hey, dag Emiel. We kunnen hem eigenlijk niet missen, hoor. Had je gedacht, huh? Al vergaat de hele Kruislaan. De droom van mijn jonge jaren. Bewaar die mooie praatjes maar voor onderweg. Ik heb alles klaar. Ja. Auto staat gepakt. Oh, en dit heb ik nog voor je gepakt. Oh. Kijk. Hey. Wacht jij maar af, Jochie. Jij komt ook nog aan de beurt, hoor. Mooi dan.
Ja, ja, ik ben een schat, maar ik heb nog een dienst te kloppen met die Oen daar. Kom maar. Ben zo terug. Zijn ze nog niet terug? Het is raar, hè, dat ze die figuur dagvaarden. Het OM had geen keus. Het advocaat van Brakel is erachter gekomen dat Aalders de anonieme getuige was. Dat lijkt me niet leuk voor Aalders. Als die advocaat het weet, weet Brakel het ook. Bransma. Ja, Thea. Nee, nog niet. Ja, dat is goed. Ik kom zo gauw mogelijk, ja. Problemen? Mijn ex is onverwacht teruggekomen uit Canada. Met je zoon? Ach, zit Aalders beneden? Nee. Nee? Wat heb je dan met hem gedaan? We hebben hem niet kunnen vinden. Hebben we nog andere adressen van hem? De meldkamer. We hebben een overval op een winkelier. Een figuur met kort wit haar. Merkwaardige vlaag van ijver. Zo, hij is klaar. Sorry dat het even duurde. Die vis zal nou wel met pensioen zijn. Er zat een raar rinkeltje in. Ik dacht, voordat jullie een kilometer buiten gaat, net zonder motor zitten. Zeg, Mien. Nou, je toch een Jan en Alleman schenkt, geen mij er ook, hè? We hebben nog wel even tijd, hè? Mien, weet jij wie deze twee heren zijn? Past geen overgeen, inspecteur. Nee, nou, schijn bedriegt. Bob, we nemen er nog één. Ken het niet? Dat wordt niks meer vandaag. Zulke kuipers vervangen. Dubbel 010 is ter plekke. En jullie mogen met een snuifje gas bijspringen langs de parallelweg. De 15 neemt de oostkant. Waar zitten ze precies? Ik denk richting havens. Dubbel 010 voor Kruislaan. Ja, Mark, zeg het maar. We zijn hem kwijt. Is Bransma er nog? Die heb ik weg zien gaan. Ik ga met Roel naar die gek zijn adres. Begrepen. Naar zijn adres? Hoe weet jij dat? Is Niels er niet? Die wou niet mee. Dat lijkt me sterk. Dat is de keuken. Ja. Maar stel je niet te veel voor van de kok. En boven? Dat is mijn werkhoek. En daar is de logeerkamer. Daar. Mag ik even kijken? Ja. Wou je komen logeren? Wil je de wc ook nog even controleren? Ik vind het gewoon leuk om te zien hoe je woont. Nou, kom dan maar beneden. Kun je gelijk Monica ontmoeten. Monica? Was toevallig in de stad. Wie is Monica? Dat is mijn vriendin. Oh, ik dacht... dat ik celibatair was geworden. Waarom wou Niels eigenlijk niet mee? Hij heeft het een beetje moeilijk. Hij is zelf ook niet zo makkelijk.
Hij lijkt op jou. Nou, hij zal ook wel een beetje op jou lijken, denk ik. Hm? Theo en Thea. Ik denk dat Niels zijn vader mist. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik probeer zo vaak mogelijk te komen, maar het blijft surrogaat. Zou je het anders willen? Het is nou eenmaal zo. Hoe lang blijven jullie? Een maand of zo. Misschien langer. En zijn school? Dat is geen probleem. Diezelfde man. Hij probeerde een kantoor te beroven in de industriewijk. Een wagen was in de buurt en hij ging er vandoor. En waar is Van Houten? Met Giesen naar zijn adres toe. Naar wie zijn adres? Blijkbaar van die verdachte. Weten we dan wie dat is? Laat Van Houten zich melden. En kunnen we Bals en Voskou bereiken? Die zijn vissen. Roep ze terug, als het kan. Ja. Hey, ga jij maar naar huis. We redden ons wel. Maar je weet toch wel hoe het met dat flottertje moet, hè? Moet lukken. Ja, hey, ik hoef de plomp niet in. Heb jij nou het aas ergens? Nee, maar wel een restje van de vieux. Oerlam, dit wordt niks vandaag. Ja, kom maar. Oh, 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 hé! Hey. Daar zijn de vissen, hoor. Ho! Oh, jullie zijn verdomme wel van de politie. Vandaag niet. Had je gedroomd? Bureau Kruislaan, je moet meteen bellen. Wonen jullie samen? Meestal alleen in de weekends. Ik heb ook een flat in Straatsburg, waar ik door de week werk en woon. We hebben samen een carrière en een latte relatie. Thea wil graag alles weten. Ik werk voor een van de adviescolleges voor de Europese Commissie in Straatsburg. Een soort edelnotulisten. Ja, maar wel een die van hot naar her vliegt. Zelfs de weekends haal ik niet altijd. Nooit getrouwd geweest? Jawel. Maar dat was niet zo'n succes. En dit is wel een succes. Ja? Dat denk ik wel. Maar jullie zien elkaar weinig. Of komt hij ook naar Straatsburg? Nou, heel zelden. Nou, je kan wel horen dat ze 7 jaar met een politieagent getrouwd was. Ik zou ook nieuwsgierig zijn. Werk jij ook? Nee. Wat doet je man? Erik is hoofd public relations van een groot chemieconcern. Ik ben wel benieuwd naar jullie zoon. Ik kan me Theo nauwelijks als vader voorstellen. Dat kan zelfs Niels zich nauwelijks meer voorstellen. Vind je het gek als je naar de andere kant van de wereld verhuist? Een gek gooi van de sok en je op de fiets. Hij ging de hoek om die steeg in. Witte haren en een geweer. Jullie doen niets in je eentje. Je wacht een versterking. Marius, wacht! Assistentie-collega, Oostrecht-industrie, assistentie-collega. Shit, nee, het is niks. Heb je toch steeds zo druk? Ja, dag en nacht de Kruislaan. Oh, ik dacht dat je toch als inspecteur wat rustiger had. Maar je bent toch 's avonds wel thuis met eten en zo? Je hebt toch roosters? Ja, daar storen ze zich weinig aan. Nou, dat bedoel ik dus. Ja, Thomas. Shit. Ja. Ja, ik kom zo gauw mogelijk. Het spijt me. Dat klinkt bekend. Ja, ik heb het je gezegd, maar het is zoveel veranderd. Kan ik je lift geven? Ik wil eigenlijk nog even blijven. Of moet je ook weg? Oh, nee. Nee hoor. Nou, veel plezier dan. Ik bel je zo gauw ik kan.
Ik zou trouwens graag met Niels ergens een hapje gaan eten of zo. Wil je nog koffie? Oké. Ik heb een beetje een ongemakkelijk gevoel. Alsof ik getest word of zo. Ik zeg het maar eerlijk. Dat is zeker mijn bedoeling niet. Integendeel. Wat is je bedoeling? Ik wist niet dat je hier was. Ik wist zelfs niet eens dat je bestond. Anders was ik misschien wel meteen naar je toegekomen. Waarom? Om je te leren kennen. Maar ik woon in Europa en jij woont in Canada. Ik bedoel, wat heeft dat voor zin? Ik wil graag weten wat je voor iemand bent. Maar wat heb jij daaraan? Ze zeggen altijd dat de ex-echtgenote en de nieuwe vriendin water en vuur zijn. Nou, daar is weinig kans op met een halve planeet tussen ons in. Zou je Niels een keer willen ontmoeten? Ik ben best benieuwd wat je van hem vindt. Ja? Hoefdraad? Ja. En het is Aalders? Ja. Roel, waar is Van Houten? Aan het posten. Waar? Bij het adres. Van die man die op hoefdraad heeft geschoten. Er klopt hier iets helemaal niet, hè? Het is Aalders. Deze Aalders? Die man met het jachtgeweer heeft kort wit haar. Het is Aalders. Hoe weet je dat? Jij bent er vanmorgen geweest met Smit. Er was niemand thuis. Ja, maar we zijn weer teruggegaan en toen zagen we zijn foto met kort geknipt haar. Hebben jullie daar ingebroken? Nee, natuurlijk niet. Zijn vriendin liet ons binnen. Ze wist niet waar alles was. Maar toen zagen we die foto en ze zegt, ja, dat is hem. Dus hij heeft zich laten kortwieken en er meteen een foto van laten inlijsten. Kennelijk. En Mark is daar blijven posten voor het geval. Als ik jou was, dan zou ik Mark daar vandaan roepen. En als de bliksem maken dat je die figuur te pakken krijgt. Ja, zo is wel goed. Ik hoef niet mee. Ja. Tijd in een shot gehad? Ja, wat dacht je? Nog bedankt. Kom op. Die klootzak heeft nog wat voor me te goed. Niks aan doen, ze kwam zomaar de weg op. Ik probeerde nog uit te wijken, oh god. Ja, kom maar. Ja, je kunt ook nog. Emmy. Oh mijn god. Kom mee naar boven. Sorry, Bob. Het loopt de spuigaat uit. Zit Tom nog aan de plot? Ja. De recherche maakt er een puinhoop van. Wat is er? Tom's vrouw heeft een ongeluk gehad. Man, ik ben blij dat je er bent. We hebben je dringend nodig. Tom, ik heb rotnieuws voor je. Emmy heeft een ongeluk gehad. ...14 voor Kruislaan. Ogenblik, Marius. Is ze dood? Ze is er slecht aan toe. Ik breng je erheen.
gaan eromheen. Hij is daar. Alles zit dicht. We krijgen sodemieten. We zijn de tweede keer binnen gegaan. De vriendin was er. We hebben die foto gezien. Smit weet van niks. Ja, Smit is een doetje en die slaat door. Ik ben nog maar kort, maar Smit is een collega en die houdt zijn mond. Ja, en die vriendin heeft plotseling last van verstandsverbijstering. Jezus, Mark, wat moest ik dan? Kruisnaam. Alles! Blijf staan! Jongens, dat is een auto, denk ik. We gaan gewoon door. Heeft iedereen de platte knoop? Ja. Doen we het nog een keer? Want anders weten we het niet, dan houden we het niet. Alles! Je mag kiezen. Jij weg of zij weg. Willem, je schiet er niks mee op. Laat die dame los. Je moet verdomme alleen maar getuigen. En jij kan doodvallen. Kom aan, jongen. Kalm aan. We doen hier niks. Blijf uit mijn buurt. Je kan het beter opgeven, Willem. Je krijgt hier alleen maar ellende van. Shit. Rustig maar, jongens. Er gebeurt niks. We worden van pad vinden. Wat is die grafstemming daar beneden? Panhuis, zijn vrouw heeft een ongeluk gehad. Emmy? Ja. Ik denk niet dat ze het haalt. Shit, shit. Ze zouden morgen op vakantie gaan. Jezus. Zo. Je hebt het al gehoord. Ja, Bob is met hem onderweg naar het ziekenhuis. En we zitten met een gijzeling. Ja, dat hoor ik. Ga alvast nog, Guus. Ik kom zo. Vragen we naar AT? Aha. Ik heb een slecht gevoel over die Adels. Afgezien dat jouw jongens hem kennelijk op de vlucht hebben gejaagd. Hij is in paniek. Hij was getuige van een moord en de onderwereld wil hem het zwijgen opleggen. Dat denk ik tenminste. En de pers heeft er al lucht van. Nou, hou eens als het even kan, zo lang mogelijk uit die gijzeling. Ja, ik kom zo gauw mogelijk. Gerig zou dat vocht. Ja, Bob wordt gebeld. Ik weet niet of hij op tijd kan zijn. Vraag je Bals. Ze zijn er allebei voor opgeleid. Ja. Emmy! Meneer, u kunt beter even hier blijven. Ja, kom maar, Tom. We lopen zo alleen maar in de weg. Zeg, ik moet even Kruisbaan bellen. Ik ben zo terug. Ja? Tent. Kom maar.
Kom je vader en moeder eens... Nee, ik heb ze liever uit de buurt. Ja, ze worden zo meteen opgehaald door hun ouders. Dat kon ik niet meer tegenhouden. Ik heb informatie nodig over die Akela. Denk je erom? Ja. Kom maar. Goed, dan gaan we zo meteen naar de weg. En dan kunnen we daar op jullie ouders wachten. En Akela dan? Nou, die doen ze heus niks hoor. Akela is net als bang voor. Oh, gelukkig maar. Hoe heet ze? Mevrouw Beentjes. Beentjes? Alicia. Weet je ook waar ze woont? Noor Vetlaan. Heb jij een plattegrond? Nou, die wordt gehaald. Die fabriek is al een aantal jaren dicht. Hij zit daarboven, kan niet verder. Ik denk dat hij de Akela op de vloer heeft. Hij zit veel te ver weg om iets tegen hem te kunnen zeggen. En hij kan me niet zien. Hoe weet ik met hem onderhandel? Ik heb hier een megafoon als u wil. Nee, laat maar, laat maar. Hoe is het verder met hem? Volkomen over zijn toeren, ga daar maar vanuit. De ouders van die kinderen zijn er. Hoefdraad! Die padvinders, weg ermee! Hoe staat het nou? Er is nog een telefoon en ze proberen hem voor me aan te sluiten. Nog één minuutje. Ik heb wat meer over die Akela. Ze heet Alicia Beentjes, is 32 jaar, niet getrouwd, onderwijzeres. Heb je dat van de ouders? Nee, van een collega van de school. Ik heb ook gevraagd of hij het stil wil houden. Hij komt hier naartoe. En volgens hem is het nogal een sportief type. Tennissen en joggen en een beetje een Einzelganger. Is ze snel in paniek? Ja, volgens hem niet. Ja, ze had wel vaker rare dingen meegemaakt. Dat soort dingen nog niet, denk ik. Het is voor elkaar hoor, we kunnen bellen. Hebben we geluid? Jawel. Wie is dit? Meneer Alders, dit is brigadier Bals van de recherchebureau Kruislaan. De brigadier, is dit alles wat ze hebben? Hoofdinspecteur Keizer is hier ook. Meneer Alders, zullen we proberen hier zonder ongelukken uit te komen? Val toch dood, man. Sodomiet er toch op. Ik heb die vrouw en ik schiet er voor de kop als het mij bevalt. Snap je dat? Misschien is het een goed idee als een van onze mensen wat dichterbij kan komen. Dan kunnen we er rustig over praten. Ik kan u niet zien, u kunt mij niet zien. Ik hoef jou helemaal niet te zien. En zeker niet zo'n ranzig brigadiertje als jij bent. Blijf godverdomme zitten! Hij schoot in de lucht. We moeten er eind aan maken. Hij heeft opgehangen. Waar is de plattegrond? Hier. Een telefoon. Zit hij hier? Ja. Bals moet het eerst nog een keer proberen. Waar zit die vrouw volgens jou? Hij heeft een arrest gegooid. Ik denk hier tegen deze wand aan. Uit het zicht. Als ik twee mannetjes naar binnen krijg... als jullie maar de telefoon hebben, dan is er een kans. Nog beter is als we een onderhandelaar in de buurt krijgen. Maar die man die is gek. Die wil niet onderhandelen. Dat duurt te lang. We praten. Zolang we kunnen. Wacht nog heel even met bellen. Bel hem maar op.
Willem, er gebeurt je echt niks. We zijn niet onredelijk en dat worden we ook niet. Als je er maar voor zorgt dat er met die dame... Godverdomme! Flik je me nou, man? Die man die was er alleen maar om te kijken of alles met die dame in orde is. Wij proberen redelijk te zijn. Als jij dat nou ook probeert, dan komen we met z'n allen zonder kleerscheuren vanaf. Ja, jullie misschien, maar ik niet. Ik was sowieso de brakel afgemaakt. Je krijgt politiebescherming. Laat me toch niet lachen, man. Misschien herziet de officier de zaak en hoef je helemaal niet te getuigen. Man, het is allemaal te laat. Godverdomme, jullie hebben de boel gewoon godschuwelijk verziekt. Stel het je vuile klootzakken wat jullie zijn. Er is genoeg gepraat. Als verschieten kan het maar op één manier. Dood. En daar voel ik niks voor. Aanschieten betekent een dode Akela. Je kan kiezen. Is daar een agent Voskuil? Bob, kan ik wat doen? Hoe is het met haar? Ze zijn met haar bezig. En wil je dat ik Tom opvang? Zou je dat willen doen? Ik moet weg, want we hebben een gijzeling. Maar denk je dat je het aan kan? Ik mag overmorgen naar huis, met Jasmijn. Ik moet weg, Tom. Maar Mary blijft bij je. Ja? Willem, hij komt eraan. En? Wie is er bij hem? Mary Meijer. Die mag overmorgen het ziekenhuis uit met de baby. Leven en dood, onder één dak. Wat wil die Aalders? Ik ken die man niet. Voskuil kan hierin komen, zonder wapen. Willem, dat mogen we niet doen. Nou, dan ga je maar een keertje buiten je boekje, hè? En anders maken we er hier Wild West van. Oké, ik zal zien wat ik kan doen. Nou, hij wil alleen met Voskuil praten, maar dan ongewapend boven. Geen sprake van. Dat is streng verboden. Ja, maar aan de andere kant, hij is wel een officiële onderhandelaar. Net als Bats. Waar maar blijven vissen. Je zou een eindje de fabriek in kunnen gaan, tot aan de trap. Van daaruit met hem praten en wegduikers die wat uithaalt. Is dat wat? Lok hem in de deur. Als hij dan de Akela niet bij zich heeft, schakelen wij hem uit. Ja, hij is gek. Ja, dat is hij zeker, ja. Aan de andere kant, er blijft toch niet zoveel over. Zeg maar dat ik kom. Kijk je een beetje uit. Willem, Voskuil komt de fabriek in, oké? Okay? Misschien heeft hij niet bijgeladen. In dat geval heeft hij nog maar één patroon in zijn geweer. Doe alsjeblieft niks voor je wat van me hoort. Oké. Maar de man is een psychopaat. Kijk uit. Meneer Aalders? Thank you.
naar binnen. In je broek gepist of zo? Jij bent een beetje oud voor een agent. Daarom hebben ze me ook adjudant gemaakt. Ik heb hem uw naam gegeven. Ik was een keer op bureau aan de balie. Juf, hou je mond! Hartelijk dank. En nou? Zo dichtbij helpt het pantser niet. Ik ben ongewapend. Achteruit, zit. Gaat het? Jullie hebben mij erin geluisterd. Nu mag je me er ook weer uithalen. Je kunt om te beginnen de dame laten gaan. Heb je stront in je oren? Je hebt mij nou. Je hebt haar niet meer nodig. Jij en ik komen er samen het beste uit. Jij denkt zeker dat ik gek ben. Zitten er mensen in de fabriek? We zijn helemaal alleen. Goed, dan mag je ze gaan opbellen. Wat je maar wil. Ik zal je vertellen wat ik wil. Iedereen moet daar buiten opgesodemieterd. En er staat een auto klaar met de sleutels erin en de motor loopt. En er ligt 50.000 gulden op de voorbank. Meer vraag ik niet. 50 kan in no time hier zijn. Ik ben niet gek. Je hebt erover nagedacht? Ja, ik heb erover nagedacht, ja. Dan lopen we met z'n allen naar buiten. En ik hou mijn geweer op de dame. En jij dekt me van voren af. En als ik ook maar één van die reetkevers in mijn buurt zie, dan gaat de dame eraan. En dan heb ik jou nog. En dan? Heb je dat ook bedacht? Ja, dat heb ik ook bedacht, ja. Bel nou maar op. Guus? Ja. Nee hoor. Hij wil iedereen weg. En een wagen met 50.000 op de voorbank. Kan wel even duren. Las klootzak, als het even kon duren, dan vroeg ik al 500.000. Godverdomme! Eruit of je gaat eraan. Haal die mensen eruit! Oké, blijf maar zitten. Hoe ziet het er daaruit? Die lijn is dood. En nou op die twee gijzelaars. Ik denk dat we erin moeten. We geven Bob nog een paar minuten. Ze is mooi. Politie, je beste kameraad. Je zit te veel achter je bureau. Wordt lastig onderhandelen. Onderhandelen? Laat me niet lachen. Jullie doen gewoon het vuile werk voor Brakel. Niet als het aan mij ligt. Je snapt er geen reet van. Er gebeurt je niks als je ons helpt ze te pakken. Ik dacht dat ik een deal met jullie had. Anoniem? Ja hoor, komt voor mekaar. En dan staan ze bij je op de stoep. Met toeters en bellen. Er is geen ander bewijs. Jij was erbij toen Ruudje werd omgelegd. Is dat mijn schuld? Nee. Dat is niet jouw schuld. En wat moet ik dan doen volgens jou? Mij dat wapen geven. Maar laat die heus niet in de kou staan. Het is te laat. Brakel voor me op me sowieso. Mijn enige kans is het land uit. Kom. Wat ga je doen? We gaan.
Die auto zal er nou wel staan. En anders wandelen we met z'n drieën weg. Laat hij dan eerst gaan. Ik heb niks tegen jou. Jij kan er niks aan doen en zij ook niet. Maar mijn enige kans is als ze daar buiten denken dat ik jullie zomaar overhoop schiet. Waar of niet? Wilhelm, je weet niet half wat daar buiten staat. Ze krijgen je altijd te pakken. Het kost je je kop. Geef mij dat wapen dan maar. Ja, en dan de gevangenis in. Daar krijgt hij me ook. Ik waag het liever op mijn manier. Kom. Ze komen eruit. Alleen als het veilig kan. Hij is neer. Mary belde net. Ja, Amy heeft het niet gehaald. Jezus. Ik ga naar hem toe. Tom, ik breng je naar huis. Huis? Naar mij. Ja, dit is hij zeker, ja. Aan de andere kant, er blijft toch niet zoveel over. Zeg maar dat ik kom. Kijk je een beetje uit. Willem, Voskuil komt de fabriek in, oké? Misschien heeft hij niet bijgeladen. In dat geval heeft hij nog maar één patroon in zijn geweer. Doe alsjeblieft niks voor je wat van me hoort. Oké. Maar de man is een psychopaat. Kijk uit.
Meneer Aalders? Heerlijk? In je broek gepist of zo? Jij bent een beetje oud voor een agent. Daarom hebben ze hem ook adjudant gemaakt. Ik heb hem uw naam gegeven. Ik was een keer op bureau aan de balie. Juf, hou je mond! Hartelijk dank. En nou? Zo dichtbij helpt het pantser niet. Ik ben ongewapend. Achteruit, zit. Gaat het? Jullie hebben mij erin geluisterd. Nu mag je me er ook weer uithalen. Je kunt om te beginnen de dame laten gaan. Heb je stront in je oren? Je hebt mij nou. Je hebt haar niet meer nodig. Jij en ik komen er samen het beste uit. Jij denkt zeker dat ik gek ben. Zitten er mensen in de fabriek? We zijn helemaal alleen. Goed, dan mag je ze gaan opbellen. Wat je maar wil. Ik zal je vertellen wat ik wil. Iedereen moet daar buiten opgesodemieterd. En er staat een auto klaar met de sleutels erin en de motor loopt. En er ligt 50.000 gulden op de voorbank. Meer vraag ik niet. 50 kan in no time hier zijn. Ik ben niet gek. Je hebt erover nagedacht? Ja, ik heb erover nagedacht, ja. Oké. Okay. Ik heb een beetje een ongemakkelijk gevoel. Alsof ik getest word of zo, ik zeg het maar eerlijk. Dat is zeker mijn bedoeling niet. Integendeel. Wat is je bedoeling? Ik wist niet dat je hier was. Ik wist zelfs niet eens dat je bestond. Anders was ik misschien wel meteen naar je toegekomen. Waarom? Om je te leren kennen. Maar ik woon in Europa en jij woont in Canada. Ik bedoel, wat heeft dat voor zin? Ik wil graag weten wat je voor iemand bent. Maar wat heb jij daaraan? Ze zeggen altijd dat de ex-echtgenote en de nieuwe vriendin water en vuur zijn. Nou, daar is weinig kans op met een halve planeet tussen ons in. Zou je Niels een keer willen ontmoeten? Ik ben best benieuwd wat je van hem vindt. Ja? Hoefdraad? Ja. En het is Aalders? Ja. Roel, waar is Van Houten? Aan het posten. Waar? Bij het adres. Van die man die op Hoefdraad heeft geschoten. Er klopt hier iets helemaal niet, hè? Het is Aalders. Deze Aalders? Die man met het jachtgeweer heeft kort wit haar. Het is Aalders. Hoe weet je dat? Jij bent er vanmorgen geweest met Smit. Er was niemand thuis. Ja, maar we zijn weer teruggegaan en toen zagen we zijn foto met kort geknipt haar. Hebben jullie daar ingebroken? Nee, natuurlijk niet. Zijn vriendin liet ons binnen. Ze wist niet waar alles was. Maar toen zagen we die foto en ze zegt, ja, dat is hem. Dus hij heeft zich laten kortwieken en er meteen een foto van laten inlijsten. Kennelijk. En Mark is daar blijven posten voor het geval. Als ik jou was, dan zou ik Mark daar vandaan roepen. En als de bliksem maken dat je die figuur te pakken krijgt. Ja, zo is wel goed. Ik hoef niet mee. Ja. Tetanus shot gehad? Ja, wat dacht je? Wat bedankt. Kom op. Die klootzak heeft nog wat van me te goed.
kan niet. Hè? Hebben wij een plattegrond? Nou, die wordt gehaald. Die fabriek is al een aantal jaren dicht. Hij zit daarboven, kan niet verder. Ik denk dat hij de Akela op de vloer heeft. Hij zit veel te ver weg om iets tegen hem te kunnen zeggen. En hij kan me niet zien. Hoe weet ik met hem onderhandel? Ik heb hier een megafoon als u wil. Nee, laat maar, vallen. Hoe is het verder met hem? Volkomen over zijn toeren, ga daar maar vanuit. De ouders van die kinderen zijn er. Hoefdraad! Die padvinders, weg ermee! Hoe staat het nou? Er is nog een telefoon en ze proberen hem voor me aan te sluiten. Nog één minuutje. Ik heb wat meer over die Akela. Ze heet Alicia Beentjes, is 32 jaar, niet getrouwd, onderwijzeres. Heb je dat van de ouders? Nee, van een collega van de school. Ik heb ook gevraagd of hij het stil wil houden. Hij komt hier naartoe. En volgens hem is het nogal een sportief type. Tennissen en joggen en een beetje een Einzelganger. Is ze snel in paniek? Ja, volgens hem niet. Ja, ze had wel vaker rare dingen meegemaakt. Dat soort dingen nog niet, denk ik. Het is voor elkaar hoor. We kunnen bellen. Geluid? Jawel. Wie is dit? Meneer Alders, dit is brigadier Bals van de recherchebureau Kruislaan. De brigadier, is dat alles wat ze hebben? Hoofdinspecteur Keizer is hier ook. Meneer Alders, zullen we proberen hier zonder ongelukken uit te komen? Valt toch dood, man? Sodomiet er toch op. Ik heb die vrouw en die schiet er voor de kop als het mij bevalt, snap je dat? Misschien is het een goed idee als een van onze mensen wat dichterbij kan komen. Dan kunnen we er rustig over praten. Ik kan u niet zien, u kunt mij niet zien. Ik hoef jou helemaal niet te zien. Zeker niet zo'n ranzig brigadier als jij bent. Blijf godverdomme zitten! Hij schoot in de lucht. We moeten er eind aan maken. Hij heeft opgehangen. Hebben we geluid? Jawel. Wie is dit? Meneer Alders, dit is brigadier Bals van de recherchebureau Kruislaan. De brigadier, is dat alles wat ze hebben? Hoofdinspecteur Keizer is hier ook. Meneer Alders, zullen we proberen hier zonder ongelukken uit te komen? Valt toch dood, man? Sodomiet er toch op. Ik heb die vrouw en die schiet er voor de kop als het mij bevalt, snap je dat? Misschien is het een goed idee als een van onze mensen wat dichterbij kan komen. Dan kunnen we er rustig over praten. Ik kan u niet zien, u kunt mij niet zien. Ik hoef jou helemaal niet te zien, zeker niet zo'n ranzig brigadier als jij bent. Blijf godverdomme zitten! Hij schoot in de lucht. We moeten er eind aan maken. Hij heeft opgehangen. Waar is de plattegrond? Hier. Een telefoon. Zit hij hier? Ja. Bals moet het eerst nog een keer proberen. Waar zit die vrouw volgens jou? Hij heeft haar naar rechts gegooid. Ik denk hier tegen deze wand aan. Uit het zicht. Als ik twee mannetjes naar binnen krijg, als jullie maar de telefoon hebben, dan is er een kans. Nog beter is als we een onderhandelaar in de buurt krijgen. Ja, maar die man die is gek. Die wil niet onderhandelen. Dat duurt te lang. We praten, zolang we kunnen. Nou, wacht nog heel even met bellen.
Bel hem maar op. Ja? Willem, er gebeurt je echt niks. We zijn niet onredelijk en dat worden we ook niet. Als je er maar voor zorgt dat er met die dame... Godverdomme! Flik je me nou, man? Die man die was er alleen maar om te kijken of alles met die dame in orde is. Jij en ik komen er samen het beste uit. Jij denkt zeker dat ik gek ben. Zitten er mensen in de fabriek? We zijn helemaal alleen. Goed, dan mag je ze gaan opbellen. Wat je maar wil. Ik zal je vertellen wat ik wil. Iedereen moet daar buiten opgesodemieterd. En er staat een auto klaar met de sleutels erin en de motor loopt. En er ligt 50.000 gulden op de voorbank. Meer vraag ik niet. 50 kan in no time hier zijn. Ik ben niet gek. Je hebt erover nagedacht? Ja, ik heb erover nagedacht, ja. Dan lopen we met z'n allen naar buiten. En ik hou mijn geweer op de dame. En jij dekt me van voren af. En als ik ook maar één van die reetkevers in mijn buurt zie, dan gaat de dame eraan. En dan heb ik jou nog. En dan? Heb je dat ook bedacht? Ja, dat heb ik ook bedacht, ja. Bel nou maar op. Guus? Ja. Nee hoor. Hij wil iedereen weg en een wagen met 50.000 op de voorbank. Kan wel even duren. Laat ze klootzak, als het even kon duren, dan vroeg ik wel een 500.000. Godverdomme! Eruit of je gaat eraan. Haal die mensen eruit! Blijf maar zitten. Hoe ziet het er daaruit? Die lijn is dood. En nou op die twee gijzelaars. Ik denk dat we erin moeten. We geven Bob nog een paar minuten. Ze is mooi. En alle zonder kleerscheuren vanaf. Ja, jullie misschien, maar ik niet. Ik was sowieso de brakel afgemaakt. Je krijgt politiebescherming. Oh, laat me toch niet lachen, man. Misschien herziet de officier de zaak en hoef je helemaal niet te getuigen. Want het is allemaal te laat. Godverdomme, jullie hebben de boel gewoon godsgruwelijk verziekt. Stelletje vuile klootzakken wat jullie zijn. Er is genoeg gepraat. Als we schieten kan het maar op één manier. Dood. En daar voel ik niks voor. Aanschieten betekent een dode Akela. Je kan kiezen. Is daar een agent Voskuil? Bob, kan ik wat doen? Hoe is het met haar? Ze zijn met haar bezig. Wil je dat ik Tom opvang? Zou je dat willen doen? Ik moet weg, want wij hebben een gijzeling. Maar denk je dat je het aan kan? Ik mag overmorgen naar huis, met Jasmijn.
Ik moet weg, Tom. Maar Mary blijft bij je. Ja? Willem, hij komt eraan. En? Wie is er bij hem? Mary Meijer. Die mag overmorgen het ziekenhuis uit met de baby. Leven en dood, onder één dak. Wat wil die Aalders? Ik ken die man niet. Voskuil kan hierheen komen, zonder wapen. Willem, dat mogen we niet doen. Nou, dan ga je maar een keertje buiten je boekje, hè? En anders maken we er hier Wild West van. Oké, ik zal zien wat ik kan doen. Nou, hij wil alleen met Voskuil praten, maar dan ongewapend boven. Geen sprake van. Dat is streng verboden. Ja, maar aan de andere kant, hij is wel een officieel onderhandelaar. Net als Bals. Waar maar blijven vissen. Je zou een eindje de fabriek in kunnen gaan, tot aan de trap. Van daaruit met hem praten en wegduikers die wat uithaalt. Is dat wat? Lok hem in de deur. Als hij dan de Akelen niet bij zich heeft, schakelen wij hem uit. Zo, hij is klaar. Sorry dat het even duurde. Die vis zal nou wel met pensioen zijn. Er zat een raar rinkeltje in. Ik dacht, voordat jullie een kilometer buiten gaat, met zonder motor zitten. Zeg, Mien, nou je toch een Jan en Alleman schenkt, geen mij er ook, hè? We hebben nog wel even tijd, hè? Mien, weet jij wie deze twee heren zijn? Past geen ogenblik aan je inspecteurs. Nee, nou, schijn bedriegt. Bob, we nemen er nog één. Ken het niet? Dat wordt niks meer vandaag. Zulke kuipers vervangen. Dubbel 010 is ter plekke. En jullie mogen met een snuifje gas bijspringen langs de parallelweg. De 15 neemt de oostkant. Waar zitten ze precies? Ik denk richting havens. Dubbel 010 voor Kruislaan. Ja, Mark, zeg het maar. We zijn hem kwijt. Is Bransma er nog? Die heb ik weg zien gaan. Ik ga met Roel naar die gek zijn adres. Begrepen. Naar zijn adres? Hoe weet jij dat? Is Niels er niet? Die wou niet mee. Dat lijkt me sterk. Dat is de keuken. Ja. Maar stel je niet te veel voor van de kok. En boven? Dat is de werkhoek. En daar is de logeerkamer. Daar. Mag ik even kijken? Ja. Wou je komen logeren? Wil je de wc ook nog even controleren? Ik vind het gewoon leuk om te zien hoe je woont. Nou, kom dan maar beneden. Kun je gelijk Monica ontmoeten. Monica? Was toevallig in de stad. Wie is Monica? Dat is mijn vriendin. Oh, ik dacht... dat ik celibatair was geworden. Smit weet van niks. Ja, Smit is een doetje en die slaat door. Ik ben nog maar kort, maar Smit is een collega en die houdt zijn mond. Ja, en die vriendin heeft plotseling last van verstandsverbijstering. Jezus, Mark, wat moest ik dan? Kruislaan. Alles! Blijf staan!
Jongens, dat is een auto, denk ik. We gaan gewoon door. Heeft iedereen de platte knoop? Ja. Doen we het nog een keer? Want anders weten we het niet, dan houden we het niet. Anders! Je mag kiezen. Jij weg of zij weg. Willem, je schiet er niks mee op. Houd die dame los. Je moet verdomme alleen maar getuigen. En jij kan doodvallen! Kom aan, jongen. Kom aan. We doen hier niks. Blijf uit mijn buurt! Je kan het beter opgeven, Willem. Je krijgt hier alleen maar ellende van. Shit. Rustig maar, jongens. Er gebeurt niks. We worden van pad vinden. Wat is die grafstemming daar beneden? Panhuis' vrouw heeft een ongeluk gehad. Emmy? Ja. Ik denk niet dat ze het haalt. Shit, shit. Ze zouden morgen op vakantie gaan. Jezus. Je hebt het al gehoord. Vandaag niet! Had je gedroomd? Bureau Kruislaan, je moet meteen bellen. Wonen jullie samen? Meestal alleen in de weekends. Ik heb ook een flat in Straatsburg, waar ik door de week werk en woon. We hebben samen een carrière en een latte relatie. Thea wil graag alles weten. Ik werk voor een van de adviescolleges voor de Europese Commissie in Straatsburg. Een soort edelnotulisten. Ja, maar wel een die van hot naar her vliegt. Zelfs de weekends haal ik niet altijd. Nooit getrouwd geweest? Jawel. Maar dat was niet zo'n succes. En dit is wel een succes? Ja. Dat denk ik wel. Maar jullie zien elkaar weinig. Of komt hij ook naar Straatsburg? Nou, heel zelden. Nou, je kan wel horen dat ze 7 jaar met een politieagent getrouwd was. Ik zou ook nieuwsgierig zijn. Werk jij ook? Nee. Wat doet je man? Erik is hoofd public relations van een groot chemieconcern. Ik ben wel benieuwd naar jullie zoon. Ik kan me Theo nauwelijks als vader voorstellen. Dat kan zelfs Niels zich nauwelijks meer voorstellen. Vind je het gek als je naar de andere kant van de wereld verhuist? Een gek gooi van een sok en jappe fiets. Hij ging de hoek om die steeg in. Witte haren en een geweer. Je doet niets in je eentje. Je wacht een versterking. Marius, wacht! Assistentie-collega, Oostrecht Industrie, assistentie-collega. Shit, nee, het is niks. Heb je toch steeds zo druk? Ja, dag en nacht de Kruislaan. Oh, ik dacht dat je toch als inspecteur wat rustiger had. Maar je bent toch 's avonds wel thuis met eten en zo? Je hebt toch roosters? Ja, daar storen ze zich weinig aan. Nou, dat bedoel ik dus. Thank you.
Fransman. Ja, Dongers. Shit. Ja. Ja, ik kom zo gauw mogelijk. Het spijt me. Dat klinkt bekend. Ja, ik heb het je gezegd, maar het is zoveel veranderd. Kan ik je lift? Recherche. Hebben we nog andere adressen van hem? De meldkamer. We hebben een overval op een winkelier. Een figuur met kort wit haar. Merkwaardige vlaag van ijver. Zo, hij is klaar. Sorry dat het even duurde. Die vis zal nou al met pensioen zijn. Er zat een raar rinkeltje in. Ik dacht, voordat jullie een kilometer buiten gaat, net zonder motor zitten. Zeg, Mien. Nou, je toch een Jan en Alleman schenkt. Geen mij er ook, hè? We hebben nog wel even tijd, hè? Mien, weet jij wie deze twee heren zijn? Pas geen ogen aan, inspecteur. Nee, nou, schijn bedriegt. Bob, we nemen er nog één. Ken het, Mien? Dat wordt niks meer vandaag. Zulke kuipers van. Dubbel 010 is ter plekke. En jullie mogen met een snuifje gas bijspringen langs de parallelweg. De 15 neemt de oostkant. Waar zitten ze precies? Ik denk richting havens. Dubbel 010 voor Kruislaan. Ja, Mark, zeg het maar. We zijn hem kwijt. Is Bransma er nog? Die heb ik weg zien gaan. Ik ga met Roel naar die gek zijn adres. Begrepen. Naar zijn adres? Hoe weet jij dat? Is Niels er niet? Die wou niet mee. Dat lijkt me sterk. Dat is de keuken. Ja. Maar stel je niet te veel voor van de kok. En boven? Dat is de werkhoek. En daar is de logeerkamer. Daar. Mag ik even kijken? Ja. Wou je komen logeren? Wil je de wc op? Haaiers! Assistentie-collega, Oostweg Industrie, assistentie-collega. Nee, het is niks. Heb je toch steeds zo druk? Ja. Dag en nacht de Kruislaan. Oh, ik dacht dat je toch als inspecteur wat rustiger had. Maar je bent toch 's avonds wel thuis met eten en zo? Je hebt toch roosters? Ja, daar storen ze zich weinig aan. Nou, dat bedoel ik dus. Ja, Dongers. Shit. Ja. Ja, ik kom zo gauw mogelijk. Het spijt me. Dat klinkt bekend. Ja, ik heb het je gezegd, maar het is zoveel veranderd. Kan ik je lift geven? Ik wil eigenlijk nog even blijven. Of moet je ook weg? Oh, nee. Nee hoor. Nou, veel plezier dan. Ik bel je zo gauw ik kan. Ik zou trouwens graag met Niels ergens een hapje gaan eten of zo. Wil je nog koffie? Oké.
Ik heb een beetje een ongemakkelijk gevoel. Alsof ik getest word of zo. Ik zeg het maar eerlijk. Dat is zeker mijn bedoeling niet. Integendeel. Wat is je bedoeling? Ik wist niet dat je hier was. Ik wist zelfs niet eens dat je bestond. Anders was ik misschien wel meteen naar je toegekomen. Waarom? Om je te leren kennen. Maar ik woon in Europa en jij woont in Canada. Ik bedoel, wat heeft dat voor zin? Ik wil graag weten wat je voor iemand bent. Maar wat heb jij daaraan? Ze zeggen altijd dat de ex-echtgenote en de nieuwe vriendin water en vuur zijn. Nou, daar is weinig kans op met een halve planeet tussen ons in. Zou je Niels een keer willen ontmoeten? Ik ben best benieuwd wat je van hem vindt. Ja? Hoefdraad? Ja. En het is Aalders? Ja. Roel, waar is Van Houten? Aan het posten. Waar? Bij het adres. Van die man die op hoefdraad heeft geschoten. Er klopt hier iets helemaal niet, hè?